vanavond komt mijn zusje om Halloween bij mij te vieren. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we donderdag, het is nu 6:30 en ik zat er net aan te denken dat het eigenlijk wel eigenaardig is dat we gedurende 7, 8 uur er nog oud liggen elke dag, maar dat niemand dat raar of eigenaardig vindt. Nu zijn we daar vroeger mee omgegaan zijn. Het is niemand die gedurende die tijd komt checken of dat oké is. Oké, het is nu 6:37. Ik ga mijn schoenen aan doen, wat water drinken en dan ga ik gaan zwemmen. Deze morgen ben ik gaan zwemmen. Het is nu 8:22 en ik ga met de productiviteitscursus volgen voor vandaag. Het is een productiviteitscursus van 5 dagen online, gegeven door Cynthia van Structuur Junkie en van Cynthia.nl. En gisteren ging het over plannen en over plannen en to-do-listen, en er zijn zo verschillende dagen. De cursus is jammer genoeg nu de laatste keer, dus je kan niet meer, ik kan hem niet meer doen. Wel is het sowieso een keer handig om naar Cynthia.nl te surfen of naar haar structuurjunkie, want ze is sowieso wel interessant op dit vlak. Hallo, het is nu 10:00. Ik heb net mijn boekenreview geschreven. En straks ga ik foto's nemen voor mijn blog. Maar eerst ga ik een 5-minute clean-up / pauze nemen. Net foto's gemaakt van deze producten en van de boek alles behalve ook die met deze camera en met onder andere deze deze twee achtergronden en dan nog deze en deze. Dit zijn achtergronden die je kan gebruiken uit de posterblokken van de Action die je kreeg om later meedoen, en ik doe ze ook enkel daarom mee om als achtergrond te gaan gebruiken. Ik bedenk mij net dat ik misschien best ook nog een Instagram foto's gemaakt. Misschien moet ik dat nog even heel vlug doen en dan ga ik mijn mails doen. Dit is trouwens een heel handig statief, al deze haarmaskers. De haarmaskers heb ik trouwens niet gekregen voor een campagne. Ik heb ze ook niet gekocht, anders had ik ze echt niet gekocht in alle verschillende soorten. Maar ik heb ze gewonnen dankzij Ellen van Ellen is My Name. Hey, mijn ochtenddagje zit er bijna op. En dan ga ik naar de palingbeek om daar te werken. Maar ik moet eerst nog een paar dingen doen, zoals mij omkleden, want deze outfit heb ik al van maandag tot woensdag gaan, dus nu mag die in de was. En ik heb die vanmorgen gewoon ook nog gedragen, omdat die handig is voor het zwembad. En niet te veel proppen en dingen. En zo. Je kent het wel. Outfit of the day! Ziet er gewoon een klein beetje raar uit. Met mijn sokken eronder, maar ik doe straks laarsjes aan. Hallo, het is nu 11:40. Ik had beloofd om 12:00 op mijn weg te zijn, dus ik ga nu vertrekken. De afwas die daar nog staat, zal voor vanavond zijn. Of voor morgen. Vanavond komt mijn zusje om Halloween bij mij te vieren. We gaan samen de Harry Potter films kijken. Ik was van plan om hoekjes te bakken, Harry Potter themed, maar ik heb geen idee of het nog zal lukken.
Hallo, het is nu 6 uur. Ik ben net thuisgekomen van mijn werk. En ik heb ook goed gewerkt zelf. Wat vind ik er van mezelf? Het was ook de laatste werkdag met mijn collega. Mijn collega heeft namelijk 14 jaar in de Palingbeek gewerkt. We gaan nu veranderen van job. Dus ja, dat is ook wel een beetje raar. Moet ik eerlijk toegeven. Maar het komt goed. En straks komt mijn zusje. En gaan we Harry Potter films kijken. Maar eerst ga ik de afwas doen. Of more likely Harry Potter team cookies maken. Cookies zijn aan het afkoelen en dan ga ik vormpjes maken. Want ze moesten eerst in de oven. Nee, in de frigo. Dus daar ben ik nu aan het wachten en ik ga ondertussen de afwas doen. En je zult kunnen zien dat het echt nodig is. Kijk eens hoe goed ik dat heb gedaan. Ik heb ook al een deel afgedroogd. Duim voor Fobe. Nu hiermee aan de slag. Mijn outfit ziet er trouwens wel redelijk belachelijk uit. Kijk maar. Een korte broek, een kousenbroek, laarzen en dit.